Breda Nu. Je weet het meteen. In Pathé Breda vonden deze week de Film Awards van NRTV's Academy for Digital Entertainment plaats. De vierdejaars studenten hebben sinds begin september hard gewerkt aan hun projecten. En op dit jaars Dream Edition werden de films vertoond op het grote scherm en werden er verschillende awards uitgereikt. Nou ja, de documentaire gaat over Tika Stardust. En Tika Stardust is een seksueel dienstverlener voor mensen met een verstandelijke beperking. En tijdens de documentaire volgen wij Tika in haar dagelijks leven. Hoe ziet haar dag eruit, hoe ziet haar werkdag eruit? Maar ook belichten we de puntjes van haar privéleven. Wie is Tika? Wat schuilt er achter het mooie mens? Kun je iets vertellen over je dagelijks leven? Een klein tipje van de sluier misschien? Ja, ik doe sekswerk met gehandicapten. En dat was ook iets waardoor ik gevonden werd. En toevallig ben ik met een boek bezig wat net is uitgekomen. Dus ik vond het heel leuk dat het boek belicht werd. En ze hebben een stukje naast. Wat doet iemand die sekswerk voor gehandicapten doet? Wat doet iemand verder? En wat vond je van de film? Ja, hij was heel interessant. Een aparte manier van filmen en in beeld brengen, moet ik zeggen. Maar wel eentje, we hebben er een aantal gezien. En wel eentje die ons het meest gaat bijblijven. Welke film vond jij het beste van alle? The Witches natuurlijk. Maar goed, dan gaan we de rollen even omdraaien. Gefeliciteerd. Welke award is voor jullie? Best Directing hebben wij gewonnen. En jij bent ook de director van het filmpje? Ja. Witches of Waddinxveen, hè? Van de film. Van de film, ja, de film. Hij gaat ook uitbreken, denk ik, hè? Wie weet. Wie weet, hoop. Het begin van een mooie carrière, denk ik. Ja. Nou, gefeliciteerd. Toch een prijs ontvangen. Ja, dankjewel. Ik ben heel erg trots op ons team. Ja, heel trots. Welke prijs hebben jullie ontvangen? Wij hebben de award voor Best Story ontvangen. Dus. En wat is jullie geheim daarin? Ja, goede samenwerking met elkaar en communicatie. Communicatie, maar toch ook iemand vinden met een mooi verhaal, anders krijg je een mooi verhaal, dus dat hebben we gedaan. De Darby case gaat eigenlijk over een oud politieagent, een recherche eigenlijk, die heeft een techniek bedacht, een verhoortechniek. En die wordt ook gebruikt in de FBI en de CIA. Maar in deze film kan hij de moord die is gepleegd, kan hij oplossen. Maar moet hij dus ouderwets terugvallen op bewijs gaan zoeken. Ja. Het is een film noir, helemaal gefilmd, jaren 50 stijl. Dus, Leuk. En hebben jullie allemaal ook een klein rolletje erin gehad of alleen achter de camera? Alleen hij heeft een kleine rol erin gehad, ja. Oké. En wat was je rol? Ik kwam 2 seconden in beeld om even iets te fluisteren in iemands oor. There's nothing I can tell you, sir. Somebody was there before me. He's the one who ought to be sitting in this chair. Nice try. But I've got a theory of my own, and you're gonna hear it. After you found it over again like a record that wouldn't stop playing, you wanted to end the pain, make it stop. Now you listen to me and you listen straight. What made the greatest man fall made you crumble as well. Greed. You wanted her all for yourself, but she wasn't yours to take. I've read her files. There was another man. You wanted to end it. Who wouldn't? Breda Nu. Je weet het meteen.